Drie stagiaires van Stad Dordt gingen vrijdagochtend een straat op met hun zelfverzonnen actie Even Afkoelen. Dit om aandacht te vragen voor veilig uitgaan, wat lang niet altijd vanzelfsprekend is. En dat wilden we doen door mensen de kans te bieden om zijn frustratie te uiten. Door middel van iets leuks eigenlijk. Dus in plaats van vechten willen wij waterballonnen en condooms gebruiken, zodat mensen lekker kunnen gooien op elkaar op een festieve manier. We hebben gekeken en we hebben ook gemerkt met interviews die we hebben afgenomen op straat, dat eigenlijk meer ervaring is met seksuele intimidatie. Het stijgt per jaar. En het probleem is dat het ook minder wordt aangegeven. Dus het lijkt misschien minder, maar het is veel meer dan we denken. En het moet eigenlijk echt gestopt worden, want het begint echt een probleem te worden. Ik denk de eerste stap is het gewoon bespreekbaar maken. Heel veel mensen die vinden het toch nog zo taboe om erover te praten. Dus ik denk dat dat de eerste stap is. En misschien dingen zoals dit zou goed kunnen helpen om de mensen een beetje, ja, om de naam zegt, even af te koelen. Maar had de actie niet op een stralende zomerdag gedaan kunnen worden? Ja, dat hebben we wel geprobeerd, maar met tijd en vorige week wouden we het eigenlijk doen, maar het was toen zo'n slecht weer. Dus toen dachten we, we moeten het volgende week doen, want wij zijn volgende week geen stagiairs meer. Dus het was echt even krap, maar ik denk dat het nog droog blijft, dus het moet goed komen.